Hey jongens, het is weer een tijdje geleden een vlogje, maar ik merk op het moment dat het me niet altijd lukt om op de shifts aanwezig te zijn. Ik heb natuurlijk met jullie gedeeld hoe mijn privé situatie er op het moment uitziet, dus het gaat wellicht ook nog wat minder worden straks. Ik heb straks ook vakantie, dus ik wil hier toch weer naar terug. Ik wil wat dingetjes met jullie delen. Er zijn wat veranderingen. Er zijn wat dingen die heel goed gaan. Maar ik zie ook wel wat dingetjes die wat minder goed gaan. Nu op deze manier weer even gedeeld met jullie. Allereerst, ik heb het intranet even een updateje gegeven onder jullie persoonlijke resultaten. Het staat bij Cijferinzicht Agents. Kunnen jullie aantikken. Daaronder staat resultaten week 24. Daar staan jullie resultaten allemaal in. Kun je aanklikken en dan opent hij hem. Kun je hem zien. Wat goed is, is groen. Wat niet helemaal best is, dat is rood. Ik wil jullie graag vragen om op het moment dat je in het rood staat, wil ik graag dat je wat actiever mij om feedback gaat vragen. Waarom? Ik heb wat meer dingen te doen op het moment. En ik vind dat ook wel een stukje wat bij jullie, een stukje eigen verantwoordelijkheid. Het lukt niet, het loopt niet lekker. Dit en dit gaat er fout. Kun je me helpen? Uiteraard hou ik het ook in de gaten. En op het moment dat ik het nodig vind, grijp ik uiteraard in. Maar ik vind dat het iets is wat we verantwoordelijkheid moet zijn die van ons samen is. Dus dat is één. Daarnaast het kruidvatscript. Jongens, ik ben super tevreden. Ik merk dat nog niet iedereen het super positief kan brengen. Maar degene die dat nu op dit moment wel lukt, gaan er ook super goed op. Was ontzettend opvallend. Angela ging ontzettend goed. Jij hebt de HEMA-bon. Bianca, jij ging ontzettend goed. Voor jou ook een HEMA-bon. De derde moet ik nog even nakijken, want het ligt heel dicht bij elkaar. En ik moet dat even naast elkaar leggen wat betreft beluren, dat het wel een beetje eerlijk uitkomt en dat we het ook echt op de kwaliteit gaan beoordelen. Dus hij is sowieso Bianca en Angela, jullie hebben de HEMA-bon gewonnen. Ga hier vooral mee door. Ik wil dit echt in elk kruidvatbestand, wil ik dat kruidvatscript horen. We stonden op de kruidvatbestanden voordat we met dit script begonnen op 8%, nu op dit moment zijn we 5% gestegen. We zitten over de 13%, dus het is gewoon super succesvol. Blijf daar vooral lekker mee doorgaan. Ik ga zorgen dat het in het script verwerkt wordt, dat het niet meer op papier hoeft. Het is een beetje knullig, maar goed, het was even een pilot en een script veranderen is best veel werk. Dus ik moest natuurlijk wel even een case maken van kijk eens jongens, het werkt. En nu waren ze ontzettend tevreden over de resultaten. Dus ga ik ook zorgen dat het in het script komt. Ik ga ook uitzoeken en met New School in overleg wat we doen in dat kruidvatbestand. Dus natuurlijk ontzettend die respondent bedanken. Dat is echt ons uitgangspunt. En daarnaast een stukje in het aanbod dat we ze eigenlijk de keuze geven. Wat wilt u, een half jaar of een jaar? Dus we stellen niet keihard die ordevraag, zal ik dat meteen voor u in orde maken? Nee. Daar zetten we even wat tussen. En dat is dat. Wat spreekt u het meeste aan? Een half jaar of een jaar? Nu is het natuurlijk zo, op dit moment moeten we veel gebruik maken van die tijdschrift nu aanbiedingen. Het is niet ideaal. Het is voor jullie wat extra werk, maar voor mij ook. En daarnaast bijvoorbeeld voor Joey. Joey is nu op vakantie, dus iemand anders neemt dat nu even over. Maar dat levert best veel werk op. Dus ik ga New School voorleggen van jongens, dit is het resultaat. Dit is wat we ermee behalen. Ik wil eigenlijk die aanbiedingen gewoon in onze lijsten hebben. Maar daar kom ik op terug. Volgende week komt New School op bezoek. 28 juni. En dan ga ik het ze voorleggen. Dat is één. Ik ben er super tevreden over jongens. Bij degene die het goed gaat, alsjeblieft ga zo door. Bij degene die het nog lastig vinden en die nog moeite hebben met het overtuigd brengen, trek even aan de bel, ga ik je helpen. Maar eigenlijk is wel mijn boodschap meteen, blijf doorgaan. Niet meteen stoppen. Het kan zijn dat je even tijd nodig hebt om het je eigen te maken en om het overtuigd te kunnen brengen. Merk je dat het na een aantal shifts nog niet helemaal lekker loopt, dan roep me even, dan ga ik even met je meekijken. Ik heb onder mijn briefje liggen, ik wist het allemaal niet uit mijn hoofd. Naast even terug de reguliere bestanden. Het is nu zo, we bellen ongeveer 60% zitten we op kruidvat en ongeveer 40% zitten we op de normale bestanden. Nou, die normale bestanden gaan eigenlijk best prima, maar kan veel beter. Wat me opvalt is dat er door een aantal mensen gewoon stevast nagenoeg tot niet gecontinueerd wordt.
Daar ga ik controles op uitzetten. Ik wil elk gesprek gecontinueerd hebben. Ik weet heus wel dat dat niet in alle gevallen lukt. Maar nu hoor ik het gewoon af en toe helemaal niet. Nee, ik hoef geen abonnement. Oké, nee, is goed hoor. Ga ik u bedanken voor uw tijd. En je rondt het gesprek af. Jongens, jullie weten supergoed hoe jullie moeten continueren. Jullie hebben de klappers liggen. Loop je vast? Heb je een idee? Weet ik, heb je er input over? Kom ermee. Dan gaan we er naar kijken. Maar ik wil het wel gewoon. Jullie zijn allemaal ervaren genoeg. Kijk, Tanisha en Tiana krijgen daar nog wat ondersteuning in. Maar de rest van de groep kan prima continueren. Weet ook prima hoe het werkt. En daarmee gaan we dan ook gewoon weer de effectiviteit wat omlaag. En de conversie vooral omhoog. Dus dat is eens een harde werkafspraak. Ik ga daar echt op, want ik vind het gewoon zonde. Want we zijn gewoon bestanden aan het weggooien. Die we als we op een juiste techniek bellen, gewoon prima hadden kunnen scoren. Dus dat is, ik wil echt in elk gesprek die continueringstechniek. Ander dingetje wat me ontzettend opviel. Ik weet niet waar het vandaan is gekomen. Of dat het ook een stukje is. Omdat we er op de kruidvatbestanden wat makkelijker op verkopen. Is dat er heel snel een kort of aflopend abonnement wordt aangeboden. Jongens, dat is niet de afspraak. De afspraak is, je biedt altijd een lang abonnement aan. Weer leg je het. Leg je de voordelen van een lang abonnement uit. En krijg je nog een nee. Ja, dan mag je als Escape natuurlijk een proefabonnement gebruiken. Maar er wordt helemaal niet weerlegd. En sterker nog, ik hoor gewoon mensen en dan ervaren agents gewoon direct, bijvoorbeeld op die Vorst natuurlijk, die hebben een heel leuk aanbod. Gewoon, doe ik dat voor 4 nummers, maak ik dat gewoon voor u in orde. En dan, hey, hallo, we hebben daar een target op te halen. 85% van onze scores moet TBO zijn, moeten lange abonnementen zijn. Zet daar eerst op in en ga niet direct een Vorst abonnement kortlopend aanbieden, omdat dat een leuker aanbod is. Dat is een aanname om te denken dat die mensen dat willen. Je biedt het aan, weerlegt het, werkt het niet, zeggen ze dan nog nee, dan mag je het aanbieden. Maar niet direct automatisch van, oh prima, dan zet ik er toch gewoon leuk een kortlopend abonnement voor u in. Kijk en luister, jullie als de meeste ervaren agents weten prima hoe ze zo'n bezwaar op een langlopend abonnement kunnen tackelen. Weer leg je het op de goede manier en bied je dan een aflopend abonnement aan. Geen probleem. Daar heb ik echt geen moeite mee. Maar nu wordt het wel actief aangeboden. En dat is iets wat ik niet oké vind. Nu op dit moment halen we het percentage TBO niet. Heeft deels natuurlijk ook wel te maken met die kruidvatbestanden. Maar ik heb gesprekken teruggeluisterd waarvan ik denk, ja jongens, waar slaat dit op? Een keer een aflopend, direct een aflopend abonnement aanbieden, dat is helemaal nergens voor nodig. Dus, bij deze. Dat gaan we niet meer doen. Ik heb nog... Oh man, het wordt een beetje een zeikvlogje. Dat wil ik helemaal niet, want ik ben eigenlijk hartstikke tevreden. Nieuwe school is hartstikke tevreden. Er zijn een aantal dingen die ik niet helemaal tof vind. En dat is onder andere de ACD. Is ontzettend hoog. En ik vind dat er ook best wel veel in pre-shift gestaan wordt wat nergens op slaat. Op het moment dat ik er niet ben en ik geen pre-shift geef of Sylvana jullie niks kon vertellen. Of ik heb niemand iets gevraagd en dan toch dat ik aan het begin van elke shift 5 tot 6 minuten pre-shift zie. Nou, dat vind ik niet nodig, weet je. Vandaag zitten jullie met z'n zessen in de lijn. Dat zou betekenen als jullie allemaal 5 minuutjes zouden pakken dat we een half belluur mislopen. Dat is €15. Doe dat keer 5. Nou, dat is gewoon zonde van het geld, toch? Dat is gewoon helemaal nergens voor nodig. Kijk, luister, nu heb ik die vlog erop gezet. Ik weet eigenlijk natuurlijk precies hoe lang die vlog duurt. En dan is het geen punt, hè. Die vlog die mag je lekker kijken. Dat intranet mag je lekker kijken. Dat heb ik helemaal geüpdate net. Dat is allemaal geen punt. Leg het maar uit. Maar ik vind niet aan het einde van de week, als je eigenlijk alles al gezien hebt, om dan nog die pre-shift te pakken. Dat is niet nodig. En al zet je hem er even op om even het intranet te checken, dat is prima. Dan 6 minuten wel een beetje veel. Dus ik wil echt dat jullie daar wat strakker op zijn. Net als op de ACD, 30 seconden moet haalbaar zijn. Is er een keer wat anders? Geen punt. Geef het me even aan. Dan vind ik het ook echt niet erg als hij een keer wat hoger is. Maar niet, sommige mensen zaten ineens op 39, 40 seconden. Dat is over een hele shift gewoon best veel. Dat is niet helemaal nodig. Ja, dat is dat. Dan heb ik ook nog iets leuks. We hebben echt super leuk aanbod op Delicious. Ik heb het al op intranet gezet. Wat mogen we aan gaan bieden? Een half jaar plus een kookboek. Superleuk. Het zijn 3 superleuke boeken. Ik heb de omschrijvingen en de plaatjes al voor jullie op intranet gezet. Staat bij recente aankondigingen. Omschrijvingje van het boekje. Hoe het heet, plaatje erbij.
Dat mogen we aanbieden. Dat boek, dat kost eigenlijk €19,95. Dat is bijna een half jaar abonnement. Dan krijgen mensen 5 nummers. Plus dat boek voor €25. Dus eigenlijk krijgen ze voor €5 nog 5 bladen erbij. Superleuk aanbod. Nou, nu vond ik het leuk om daar eens wat leuks tegenover te gaan zetten. Er komt sowieso een extra incentive op Delicious. Degene die de meeste Delicious verkoopt, die wint een superleuke prijs. Ik heb de vraag uitgezet bij New School, want ik wil die boeken natuurlijk ook hebben voor jullie. Dat is doorgestuurd. Ik ga ervan uit dat dat helemaal goed is. Wordt het dat niet, dan zetten we er iets anders leuks op in. En dan krijgen degene die dat overtuigt en goed weten te verkopen en dus de meeste Delicious gaan verkopen, krijgen allemaal een bon van de HEMA. Nou jongens, dat was het voor deze week. Even kort, want ik wil hem toch wel positief afsluiten. Ik ben echt super trots op de inzet die ik van de week heb gezien op die kruidvatbestanden. Hoe jullie dat script hebben opgepakt, de positieve reacties erop. Hoe iedereen ervoor knokte en ervoor ging. Oprecht, daar ben ik super blij mee. En doordat het zo'n positief effect heeft, krijgen we er ook gewoon super goede signalen op terug van New School. Die daar ook wel heel blij mee zijn. En dat is vooral wat we willen natuurlijk. Dus echt dikke complimenten. Ga zo door. Jongens, dit was het voor deze week. Ik wens jullie heel veel succes. Ik ben wel met enige regelmaat aanwezig. Wellicht niet alle shifts. Vrijdag ben ik er sowieso niet. Maar op het moment dat er dan wat is of zo, dan mag je me natuurlijk altijd bellen. Vooral met die vragen over die kruidvatbestanden. Jongens, heel veel succes. En ik zie jullie komende week. Doei.